In verband met de Dag der Inheemsen is er in de Sint-Petrus- en Paulus-kathedrale-basiliek een bijzondere woord- en gebedsdienst gehouden. Het thema was Zijn in harmonie met onze Amazone-regenwoud. Ana wakonaka wototome erosuri nyamatupo. Bisschop Karel Tsuni had het indachtig het thema over het aangaan van verbintenissen met inheemse volken met behoud van ons regenwoud. Na de inheemse dankbetuiging zijn de aanwezigen besprenkeld met wijwater. Daarna mochten zij elkaar een vredeshanddruk geven, omdat er ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, er toch sprake is van vrede in Suriname. Een brief van de apostel Paulus is voor deze gelegenheid voorgelezen. Brada Sita, Missa de Kruutru, Taki Akina, Tamaki Akina, Na Aten Kundo, Na Moki Ekubi Igezi, Na Asiki Glory, Sa Asori Ekreti, Na Umutapi. Aheri, Kriatura, Ala Santa Neki, E Angri Kuti, Ade, Taki Akor, Na Tri, Suma Nabi. Piki Kukada, Bika ala stani kaniki abikutan kustoso. Nopo dite sereti waniso, ma kudi en dipoti de kutan naso uaniso. Ma, keba, ten e hoho, taki de sereti tu okopri tu akatibo, supori pasi tu teki de prati na inkri tu asiliki glori tu de piki kugada. Volgens bisschop Tsuni hebben de inheemsen veel meegemaakt, waaronder armoede, ziekte en dood. Vroeger waren er alleen inheemsen in het land, zegt de bisschop verder. De inheemsen werden niet ziek, ze werden zelfs niet door muskieten gebeten en dronken hun kasiri zonder dronken te worden. Ze hadden dat allemaal te danken aan hun god Tamushi. Dat Tamushi tati, isa sakakom, na grondtapu. Bosaka kong, tapuang gong kukrati. At rato gusi, e brengke moro aso. E puno pramisi, taki no wala hindi atrapu disi dari satu lega ulu. Baso ada joro di tamusi mokona dalam kapu lalu disma. Monsignor Karel Tsuni van het RK Bisdom. Hij sprak afgelopen dinsdag tijdens de bijzondere woord- en gebedsdienst in de Sint-Petrus- en Paulus-kathedrale-basiliek in verband met de Dag der Inheemsen.